Ik ga het een beetje terugbrengen. Frits Bakker, je schrijft al jaren alle biljartstukken op de KNWB of op Korsoen. Maar biljarten is niet het enige waar je over schrijft. Kun je vertellen wat je achtergrond is? Ik heb een hele carrière achter de rug bij de krant, bij de Zeeuwse Courant en ook voor de GPD, dat is gemeenschappelijke persdiensten met 18 kranten. Daar heb ik ongeveer 20 keer de Tour de France voor gedaan, Ronde van Italië heel veel. Maar ook daarnaast klassiekers en voetbal, veel voetbal ook, Europacupwedstrijden en finales. Dus dat waren eigenlijk de hoofdsporten waarover ik schreef, maar... ook voor de krant al veel voor biljarten. Toen in die tijd, in de begintijd, gingen we nog heel vaak mee met biljarters naar het buitenland. Ook als ze kader gingen spelen, EK's, WK's. Dus ik heb ook heel veel over biljarten geschreven in die carrière van bij de krant, zal ik zeggen. Waarom hier zitten? Je gaat stoppen voor de KNWB. Waarom? Omdat het te druk wordt. Ik werk natuurlijk al sinds ik bij de krant weg ben, werk voor Kozoom. En Kozoom is een heel hard groeiend multimedia bedrijf. Waarvoor ik zo'n beetje de hele wereld afreis naar World Cups, naar WK's. Ik vond het heel leuk om de KNWB erbij te doen. En ook nog voor UMB en CEB. Maar ik ben er vooral tijdens het EK in Brandenburg achtergekomen dat het een beetje te veel werd. Ik heb eens geteld, ik heb ongeveer 80 artikelen geschreven daar en 30, 40 interviews voor de camera voor Kozoom. Dus ik was helemaal op toen ik terugkwam. Ik ben ook een fietser, ik fiets heel veel, zeg maar eens 300, 400 kilometer per week. Om lekker fit te blijven, omdat ik graag doe, ik ben lid van een club. Dus ik heb gedacht van, nou... ik heb het dus allemaal op een rijtje gezet en gedacht van, ik wil ook mijn hobby blijven doen. Ik heb een fantastische vrouw waar ik af en toe ook nog wel eens mee op pad ga. En ik wil Kozoom heel graag blijven doen. Dus ik heb keuzes moeten maken en moeten zeggen van, ik ga het een beetje terugbrengen. En dat betekent dat ik voor de UMB, CEB en KNWB heb gezegd van, ik stop. Hey, je hebt heel veel jaren heb je geschreven over van alles en nog wat, dus op biljartgebied. Wat zie jij als jouw persoonlijke hoogtepunt in al die jaren? En wat zie je eigenlijk als de mooiste prestatie, hè, van een biljarter in al die jaren? Ja, hoogtepunten voor mij nog altijd een partij van Dick Jaspers en Caudron. Frédéric Caudron bij de AGP-toernooien, de befaamde AGP-toernooien in Straatsburg. Daar heb ik een partij meegemaakt dat Dick een straatlengte voor stond. Dat hij eigenlijk maar een paar carambols meer moest. En Caudron op 9 of 10 stond. En die was twee, drie beurten later was Caudron uit. Dat is wel zo'n ongelooflijk mooie partij geweest. En daarnaast was er ook een waar Caudron dan iets minder gunstig uitkwam. Maar hij speelde een partij in de, ik denk, kwartfinale of halve finale van het EK in Brandenburg. 3 jaar geleden tegen Zanetti. En maakte een serie van 28, dat is het wereldrecord dat hij nu deelt met 3 andere spelers. 28, stond dus ook heel ver voor, kon bijna niet meer verliezen. En Zanetti, die komt terug. En die wint die partij nog ook iets onwaarschijnlijks in mijn carrière, zal ik maar zeggen. Je noemt twee hele mooie partijen, je noemt ook een aantal topspelers. Welke topspelers hebben op jou in al die jaren eigenlijk de meeste indruk gemaakt? Omdat ik ook... En waarom? Ja, omdat ik ook nog een beetje van een vorige generatie ben. Natuurlijk Raymond Keulemans, die ik heel vaak meegemaakt heb in buitenlands toernooien en WK's. Hij won er geloof ik 11 op een rij in die tijd. Dus het was een fenomeen in het driebanden. Kon ook andere spelsoorten. Dus Raymond Keulemans, en dat blijft het ook altijd voor mij. Dus het is gewoon een fenomeen. Daarnaast... En ook nog een geweldige gentleman, hè? Ja, een absolute ambassadeur voor zijn sport. Die nu nog, hij is bijna 80, wordt dit jaar 80. Overal is hij te zien, overal voor iedereen een vriendelijk woord. Altijd benaderbaar, dus ja, een fantastische ambassadeur voor de sport. Daarnaast is van de huidige generatie zeker Frédéric Caudron, vanwege hij speelt alle disciplines zo ontzettend makkelijk, zo ontzettend op gevoel, op zijn natuur.
Is gewoon een van de betere spelers en ook best iemand die altijd met mensen spreekt en altijd klaar staat om zelf dingen te doen. Ook een ambassadeur. Dick Jaspers vanwege zijn ongelooflijke concentratie. Ik denk niet dat er een biljarter is die zo geconcentreerd kan zijn op een wedstrijd, zo gefocust. Dat is Dick zijn grote kracht en hij is zo regelmatig in biljarttoernooien. Ik vind het een beetje jammer dat hij af en toe wel eens in Grand Prix toernooien, in teamwedstrijden wat minder. En dat hangt waarschijnlijk samen met zijn concentratie. Maar in een World Cup staat hij er altijd. En dat betekent dat het gewoon een absolute topsporter is. Frits, je stopt ermee bij de KNWB, helaas. En ik zeg helaas omdat je stukken eigenlijk altijd een hele grote meerwaarde waren voor ons. Aan de ene kant probeerden we dan het wat lichtere nieuws te hebben. Hè, wat kortere berichtjes om eigenlijk het jonge publiek een beetje te enthousiasmeren. En de niet echt biljart insiders om die te informeren. Daarnaast waren de stukken van jou. Hè, altijd inhoudelijk, altijd snel over belangrijke evenementen en grote toernooien. Was eigenlijk een prachtige combinatie. Als jij die twee dingen naast elkaar legt. Aan de ene kant het enthousiasmeren van nieuwe spelers. En aan de andere kant het ook je eigen publiek, hè, de biljartkenner informeren. Als je die twee dingen naast elkaar legt. Welke tips heb jij dan voor ons? Ik hoop dat mijn opvolger iemand is die een beetje dezelfde filosofie heeft dan ik. Ik heb een krantenachtergrond. Heel vaak tegen een deadline aanwerken. En ik ben iemand van het snelle nieuws. Dus als een toernooi klaar is, dan wil ik altijd een uur later al het verslag hebben. Ik wil dat mensen een uur later weten dat ze dat verslag kunnen lezen van een toernooi, van een wedstrijd. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Bij Kozum zeggen ze wel eens van zo snel hoeft het ook weer niet. Het mag ook een dag later. Maar goed, dat zit helemaal in mijn aard. En dat is dat is mijn natuur als krantenjournalist. Dus ik hoop, dat vind ik zelf ook. Want stel je voor dat er hier een finale, de bekerfinale, de finale wordt gespeeld. En ik ben hier niet. Dan wil ik een uur later wil ik eigenlijk wel lezen wie er gewonnen heeft en hoe het geweest is. Dus ik vind snel nieuws vind ik belangrijk. En ik hoop dat de KNWB dat ook blijft inzien. Niet dat er een dag later pas een verslag komt. Kun je jonge spelers enthousiast maken? Ik zie dat er genoeg promotie en actie wordt gevoerd. 5 pins, andere dingen. Ik blijf het belangrijk vinden om wat we hebben aan aan heel veel driebanden spelers, heel veel klassiekers, om dat toch vooral als speerpunt te blijven houden. En ik sprak net Jan IJsing bijvoorbeeld, die het had over dagcompetities en over heel veel mensen in Twente die 's middags biljarten. Ontzettend belangrijk allemaal. Dus ik zou zeggen, blijf dat vooral ook promoten. Ik vind hier bij de bekerfinale, ik heb zelden zo'n mooie locatie gezien. Dat zijn natuurlijk zaken waar de KNWB mee moet scoren. Met de Masters, met de Grand Dutch, met de bekerfinale. Dat is waar je spelers mee kunt winnen. Waar je spelers kunt laten zien hoe mooi de sport is. Hoe fantastisch het is om grote spelers te zien. Dus daar moet volgens mij de nadruk op liggen. Aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat ik heb dat zelf natuurlijk de afgelopen jaren vaak gedaan. Over een vijfde klas moet je ook kunnen schrijven dat er een geweldige finale was. Dat mag je natuurlijk niet vergeten om die mensen. Kijk, het zijn niet allemaal topspelers. Dus je moet ook de lagere klassen blijven promoten. Foto's, interviews, heel belangrijk. Heb je verder nog iets? Een laatste groet aan de bezoekers van onze KNWB-website of de Facebookpagina. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Ik heb mijn best gedaan en ik vind het heel leuk om over biljarten te schrijven. Ik vind biljarten, ik heb natuurlijk jarenlang wielrennen gedaan. Ik vond wielrenners ook altijd heel erg benaderbaar. Wat niet geldt voor voetballers die in mixed zones staan en dat je moet gaan roepen van hey, mag ik je even spreken? Wielrenners zijn heel benaderbaar, biljarters nog veel meer. Biljarters, die kun je overal aanschieten en overal interviewen. Dat is het mooie van de sport en dat is eigenlijk ook de reden dat ik aan het eind van mijn carrière bij de krant is Kozum op mijn pad gekomen. Maar ik heb dat heel graag gedaan en ik
zou zelf eigenlijk nog veel liever ook nog voor KNBB, voor UMB, voor CEB. Maar ja, het kan ook een beetje te veel worden. En ik wil ook een beetje genieten van het fietsen, lekker fit blijven. Dus ik zou zeggen, ga zo voort. En ik hoop dat jullie iemand vinden die net zo enthousiast is en net zoveel schrijft.